Hey, welkom bij It's My Drive vanuit België. Ik ben vanmorgen om 5 uur opgestaan om hier nu te zijn. Het was 330 kilometer rijden. En dan vraag je je misschien af, waarom ga je zo ver rijden voor iets? Wel nu, ik krijg de kans om zo meteen te rijden hier in Zuid-België met een Mercedes-Benz Actros SLT, oftewel Schwerlasttransport. Het ding heeft 90 ton treingewicht, oftewel we zijn echt wel heavy, zwaar. En daar mag ik een rondje mee sturen. Ze gaan het weer eens ervaren en ik neem jullie mee. We gaan nu rijden met een Actros SLT Schwerlasttransporter, een 4163, 630 pk, 3000 Nm koppel, TRK koppeling en een 16 versnellingsbak. Het is voor het eerst dat ik met zoiets nu onderweg ben. Komt goed. Is dat wel even spannend? Ik zou ze niet zetten, Alina, want je gaat heel veel moeten sturen. Oké. Dus ze gaan rap in de weg zitten. Oké. Dat is goed om te weten. En je merkt direct dat het stuur hier is een stuurwiel dat iets groter is dan een standaard stuurwiel. Inderdaad. Omdat je met twee gestuurde assen ziet, een stuurras en een voorloopas. Om bij noodsituaties als de servopomp zou uitvallen, voldoende stuurkracht te kunnen zetten, is het stuur iets groter gemaakt. Servopomp? De servopomp maakt de oliedruk voor het stuursysteem te laten werken. Oh, okay. De stuurbekrachtiging. Juist. Dus als de stuurbekrachtiging uitvalt, heb je dan een groter stuurwiel om toch nog vlot te kunnen sturen als je geen ondersteuning meer hebt van het hydraulisch circuit. Dan kun je dus alsnog meer kracht zetten. Ja, kan je nog meer kracht zetten. En dat helpt ook in het gewone verkeer om net iets vlotter de bochtjes te nemen. Verder zijn we met 20,5 meter vrij lang voor deze baantjes die we gaan doen. En de assen sturen allemaal. Dus zij stapt wel redelijk naar buiten. Dus het beste is dat je altijd met de linkerneus de baan volgt, dus de middenlijn gaat aanhouden met de neus van de trekker. Ja. Dan komt die rechts achteraan niet erbuiten. En als we dan linksaf gaan draaien, dan met je rechterkant ongeveer een tiental centimeter van de stoeprand wegblijft. En dan komt die ook net binnen de baan. Dus wel ruim insturen, maar ik hoef niet per se heel ver op te rijden. Gewoon sturen zoals dat je met een lege trekker zou rijden. Dat is echt wel raar. Ja. Als je dan heel vaak met gewoon een starre as zoals mijn lege trekker, want als je zou gaan uitsturen, dan komt die achteraan 3 keer zo ver naar buiten toe. Okay. Dus dan ga je echt de tegenliggers de schrik van hun leven geven. Want die zien plots de achtereinde van de oplegger komen. Nou, ik zou zeggen, instrueer me waar nodig. Ja, heel zeker. Graag. Ik ga altijd wel zeggen van waar dat je naartoe mag kijken, waar dat je naartoe mag sturen en waar dat je moet proberen de linkerhoek of de rechterhoek boven te laten komen. Het is wennen aan het voertuig, want je zit enerzijds al vrij hoog. Je hebt dan al de andere stuurbeweging ten opzichte van een gewone 4x2 trekker. Ja. En dan heb je nog eens de assen achteraan van de oplegger die ervoor zorgen dat je goed moet kijken waar dat die naartoe gaat. En dan de totale lengte van 20,5 meter. Dat is ook altijd even een aandachtspunt. En waar dat die auto's allemaal naar beneden gaan, daar gaan wij naartoe. Dus je gaat daar een bordje zien van afdalen 14%, daar gaan we naartoe. Ja. En nu hier richt naar beneden. En hier zie je dat je een pente descente dangereuse, pente 14%, dus dat wil zeggen een gevaarlijke afdaling. Maximum snelheid is 30 per uur. Dus ik ga hem voor jou 25 zetten. En nu laat je maar rustig doen. Je
je kan het hier tegen 30 per uur perfect nemen. Mm-hmm. Maar we gaan een booster op 25 per uur naar beneden laten gaan. En dat geldt voor alle voertuigen meer dan 3,5 ton. Ja. En die hendel hoef je dus eigenlijk niet meer te bedienen nu, want hij doet nu alles zelf automatisch. Het is een driehoekje. Dit is een driehoekje een soort en wij gaan het als een rotonde gebruiken. Oké. Okay. En je gaat met de assen achteraan rechts net op de stoeprand rijden. En de eerste as links, die gaat net de stoeprand raken van het eilandje. En dat ga je 3 keer doen. Oké. Okay. Ja? Ja. Ik ga voor de tractiezekerheid zet ik de langsper op. Zodat de twee assen vast met elkaar verbonden zijn. Dat we steeds genoeg griep hebben. En dat we toch wel serieus gaan moeten klimmen in het naar boven. Als er iets is, volledig op de rem. Okay. Even gewoon doorduwen op de rem en blijven houden op de rem. Als jij er klaar voor bent, pinkertje naar links en dan zijn we weg. Nou, daar is het. Ja. Nu meteen al. Ja, naar af. En dan met de neus van de trekker de stoep. Ja. En je kan meevolgen van mijn collega. Ja, geef mij rustig gas bij. Dan gaat hij wel eroverheen. Met zijn, ja, dat is normaal. Zo. En nu omhoog terug mee naar het midden gaan. Hier eventjes wachten en kijken wat die wagen gaat doen. Nu mag je beginnen. Zit er alles en niks. Je moet de stoep aan het rijden met het wiel. Je ziet de sporen op het gras. Ja. Dus daar mag je door gaan. Ja. Zie je? En nu kom je perfect door. Achteraan net erdoor. En nu blijf je gas geven. Tot boven. Ja, blijf je gas geven. Ja, gas, gas, gas. Ja, en nu naar die hoek rijden. En nu naar links. Ja. Doe maar zo. Ja. Ja, voor. Alsjeblieft. Dankjewel. Graag. Helemaal top.